heb je naast lief alsof je het zelf bent. Dat betekent voor mij onder andere discipelschap. Dat ik andere mensen lief heb alsof ik het zelf ben. En Jezus moedigt ons aan om als we discipelen van hem zijn om te zorgen en om te zien naar mensen die het minder hebben. En voor mij gaat dat om twee categorieën mensen die het minder kunnen hebben. Het zijn mensen die het financieel, maatschappelijk gezien minder kunnen hebben. Die minder te besteden hebben, die geen geld hebben voor de basisdingen van het leven. En Jezus moedigt mij aan om als discipel van hem hen daarin te voorzien en hen daarin te helpen. En dat kun je doen in Nederland, maar dat kun je ook doen op een plek waar ik nu ben, zoals je kunt zien. Waar zoveel mensen zijn die leven onder een armoedegrens. Maar dat betekent ook geestelijk, dat ik naar mensen omzie die Jezus niet kennen. Want wat zou ik zelf willen als ik geen antwoord heb op de vraag over hoop, over vergeving, over liefde, over aanvaring door God. Dan zou ik heel graag willen dat iemand dat met mij deelt als hij dat antwoord wel heeft. Dus discipelschap betekent voor mij, naast het praktisch liefhebben van iemand, ook oog hebben voor zijn geestelijke nood. En hem daarin tegemoetkomen en hem helpen.